de derde keer gaan we nu lopen. Dus voor de vrijheid. En oude mensen zitten allemaal gevangen, hè? Oh, gemeen. Oh, oude mensen gevangen. Oh. Nee, je mag je familie niet meer zien. Nee. Nee, hebben we toch gezegd. Nee, ga maar kapot, zeggen ze dan. Hè? Hier heb een spuitje voor je, is goed voor je. Hier, geniet ervan, zeggen ze dan. Oh, ik moet even, als loop ik mijn beeld met een lantaarnpaal. Goed, hè, dat kan alles rekening kunnen houden. Echt alles. Dus. En het leuke ervan is, mensen met een mondkapje houden altijd automatisch afstand. Hoef je dus geen rekening meer mee te houden. Kun je gewoon op aflopen, springen ze aan de kant. Leuk, hè? Oh, ik vind het echt grappig. Nou, het zal mij benieuwen, hoor. Het zal mij benieuwen. Ik vraag me af van welke krant ze zijn. Zo, dictatuur. Nee! Hey, dictatuur. Kijk. Nou, geen huursverlaging ook goed. Daar hebben ze het nooit over, huursverlaging. Huh? Of de BTW, ook een stukje omlaag. En het kwartje van Kok willen we ook terug. Kwartje van Kok. Toch? Ja, zit er nog steeds op te wachten, kwartje van Kok. Weer wachten? Ik snap er niks van. Wat gebeurt er nou dan? Wat? We snappen het niet. Dit is de derde keer nadat we gaan lopen en elke keer doet de politie moeilijk. Oh, de... Wat zegt de politie dan? Nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, de wagen komt eraan. De wagen komt eraan. Oh, de wagen, dat is belangrijk. Jee! Dus... Nou, die ene agent daar zo, die zit met de... Ik ben zo straks lopen filmen, die agent. En toen vroeg ik waarom, en toen zegt hij, ja, zomaar. Nou, dat geloof ik niet. Dus, ik ben niet bang voor de politie. Nee, hè. Ze hebben hun geloofwaardigheid wel verloren in deze democratie. Hè? Recht tot spreken zijn ze echt wel kwijt. Ja. Dan zeggen ze altijd, we gaan geen discussie met u aan. Nee. Nou, ik zeg, dan zijn we gelijk aan. Erger dan dat. Wegkijkers, hè. Ja. Ze hebben gezworen op de grondwet. Ja. Hè? En wat doen ze nu? Ja. Ja. Precies, mevrouw. Ik ben blij dat u er bent. Ja. Dus, Ik heb dierenrechten. Oh, mijn nou... Die mishandelen mijn kat en honden. Oh. En kinderen. Ik kom op de voor de recht van dieren en kinderen. Ik ook. Echt maar. Ja? Precies hetzelfde. Ik ben een dierenvriend en ik geef ze een stem. Ja, oh, wat goed. Dan geef ik u even... Ja, dat maakt niet uit, want ik heb ook een kaartje voor u. Ja, kom maar. Hè? Ja, nee, ik ben heel blij dat ik jou ontmoet. Dit is mijn site. Ja, toch. Op YouTube en... Oké, toch. Ben ik op... Ja. Kun je gewoon... Ja, neem er maar een paar. Jij mag wel meenemen, hoor. Zijn dezelfde allemaal, hè? Ja, allemaal dezelfde, maar ik denk, misschien vind je het leuk. Ja, misschien... Ja, wat goed dat u dat doet. Ja, want het is vreselijk. De dieren lijden ontzettend. Ja, ik heb de rijdende rechter benaderd. Ja. Tegen de woningbouw en tegen de politie en tegen, wat ze doen met de dieren. Ja, vreselijk. Ja, sorry. Want, zij zijn ja, 100% met eens. Nee, helemaal niks. Ik weet het. Rijkswaterstaat, het maaizuigbeleid van de gemeente. Vreselijk hoe ze de slootjes leegzuigen. Alleen voor de vleesindustrie doen ze dat. Ja, het is... En de mega-weilanden zijn zo groot geworden... dat het de afstanden te groot zijn voor de vogeltjes... om voedsel te halen voor hun jongen. Ja. Niet zoals de Native Americans Indians deden, die teruggaan van de aarde. Ja. En dat noem ik de 5D Nieuwe Aarde. Het samen opbouwen van een nieuwe manier van leven. Ja. Die Matrix op. De Rabobank, Monsanto en al die andere vreselijke bedrijven met een roundtop. Oh, ja. Ik moet een beetje opletten. Maar goed dat we elkaar ontmoet hebben. En dit vindt de politie. Kia, kijk, dit vindt de politie niet leuk. Die motormuizen van de politie. Kijk. Er komt net een motorbegrafenis van een soort motorclub komt net voorbij. Oh nee, dit doen ze expres. Dit was die actie. Die extra actie. Yay! Bravo! Yay! Ja, joem. Dit was die actie. Yay! Dit vinden ze niet leuk. Haha.
mij was het een motorbegrafenis. Of ze doen het als protest. Ik weet het niet. Och. Nou. Tuut tuut. Kijk, er gebeurt altijd wel wat. Nou. Kijk. Ik weet niet wat die daar mag. Oh, ik spreek in één keer Duits, omdat die andere Duitsers spreekt. Ja, ik heb een Duits hart. Hè? Kampfbereid. Dus, jee. Nou, ik ga weer even terug naar de kudde. Kijk, en daar zit mijn grote vriendin, daar bovenin. Die filmt altijd, die is altijd zo goed. Met spreken en doen. Oh, ik vind dat heel goed. Zo. Zo. Kijk, hè. You never walk alone. You never walk alone. You never walk alone. Nee. Precies, hè. Want, hè, kunnen ze wel, hè. Gaan ze die mensen individueel gaan ze die benaderen. Maar als we in een grote groep zijn, durven ze weer niet. Nou. En straks gaat meneer Rutte zeggen. Ja, omdat die mensen hier voor hun vrijheid met z'n allen zonder modder hebben. Hebben we de code blacks. En de zwart code black krijg je dan. Dus, ah. Zielig, hè, die vrouw. Dat de dieren tellen helemaal niet meer mee. Nee. Erg, hè. Dat de dieren niet meer meetellen. Nou. Zo. Nou. Ik vind het duurt wel lang. Hé, hey Frit. Het duurt wel lang, zeg. Komt door de politie. Die loopt weer moeilijk te doen. Weet ik zeker. Altijd weer dezelfde, hè. Nou. Zo. Nou. Ja, het wordt tijd dat hij eens gas geeft met het apparaat. De muziek moet aan. Tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ruud. Nou. Hè? Nou, onderweg kwam ik allemaal van die grote stallen tegen waar geen licht in meer was. Helemaal geen licht. Zitten ze de hele dag in het donker te wachten. Ja, zitten ze te wachten. Maar ja, niemand komt ze helpen, echt niet. Nee. Dat doen ze niet. Waarom zouden ze het doen, zeggen ze. We kunnen toch geld verdienen, dat is toch leuk. Hè? Dan wordt alles beter, mooier en laat maar zitten. Oh, daar waren we ook weer. Nou, ik vind dat er wel eens een keer wat mag gaan gebeuren. Want we zijn al 5 keer begonnen en we zijn al 6 keer stil. Nou, dus nou, nu gaat het dan echt gebeuren. Nou, voor de zoveelste keer. Anders ga ik gewoon naar huis. Als het te lang duurt, ga ik naar huis. Dag. Zo. Ja, dierenrechten, dat dierenpolitie doet er ook niks aan. Wist je dat, dierenpolitie? Dat is gewoon een façade. Oh. Like we're walking it. Oh. We're walking the demo. Oh. Ja, anders moet ik een lantaarnpaal. Ik wil geen lantaarnpaal in mijn filmpje. Nee, ik wil geen lantaarnpaal in mijn filmpje. Dus. Zo, hé, wat een kudde straks. Haha. We are the 99%. We are the 90. We are the 90. We are the 99%. Zo. Nou, liever een wappie dan een stakker. Hè? Zo. Ja, haha. Mondkapjes werken buiten niet. Wat? Wat zegt hij nou dan weer? Ik versta hem niet eens met een mondkapje. Zo. Live te zien. Maar ze lopen een beetje, meestal zo'n fakkeltocht, lopen ze een beetje snel. Maar nu vind ik het vrij langzaam gaan. Zo. Nou, hè? Heel blij dat er geen knuppelteam in de buurt is. Hè? Hij doet net of ik niet weet hoe ik op straat moet lopen. Ik loop de hele dag op straat. Dus. Oh. Nou. Even kijken naar mijn filmpje, want ik hoorde een piep, piep, piep zeggen. Oh nee, dat is die auto achter mij. Ik denk wel met mijn filmpje, hè? GoPro die begint te piepen. Dus. Zo.
zo. Nou. Zo. Zo. Met de camera, de hele tijd de camera erop, hè. Zijn ze bang dat iemand lacht. Je mag niet lachen meer in dat land. Lachen is verboden. Als je lacht, krijg je klappen. Vreselijk. Kijk. En ze blijven speciaal er steeds voorlopen. Dan kunnen wij niet filmen dat het een demonstratie is tegen de dictatuur van Europa. He? Geen mensenrechten meer. Die tellen niet meer. Hoeven ze er naar te kijken. En Amnesty International zegt al, het begint er zwaar op te lijken dat Poetin 10 keer vriendelijker is voor zijn bevolking dan meneer de EU-dictator. Met verplichte vaccinatie en 5 jaar opsluiten als je je niet aan de regels houdt. Dat je, oh boe, 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 pikken we niet meer, we zijn er klaar mee. Allemaal oude mensen worden kapot gespoten in bejaarden.